Ik ben Jill Huijbregts en dit is mijn Dressagevlog. Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Hi, ik sta hier met Macho. Het is avond, het is niet ochtend. Normaal ben ik hier altijd 's ochtends. En het is, welke dag is vandaag? Het is vandaag dinsdag. En wij gaan zo naar het CHIO Rotterdam met Macho. En we hebben vanochtend al heel veel gedaan op stal. Ik heb Match gereden, Ens gereden, Graaf gereden. De concourskast ingepakt, de vrachtwagen helemaal ingepakt. En toen zijn we naar huis gegaan. En ja, het is nu 7 uur. We gaan zo met de vrachtwagen en met Macho. Want we nemen alleen Macho mee naar het CHIO Rotterdam. En het was natuurlijk vandaag super heet. Want het is echt 33 graden of zo. En bij Rotterdam is het allemaal heel lang wachten in de vrachtwagen. En daarom hebben wij ervoor gekozen om 's avonds te gaan. Omdat we dan hopelijk minder lang in de file staan. Want soms staan er echt gewoon kilometers vrachtauto's. Omdat het springen is en dressuur. En ja, dan staat je paard gewoon echt te koken achterin. En Match die is altijd een beetje boos als hij alleen mee moet. Dus nou, wij zijn dus in ieder geval, nu het wat koeler is, gaan we vertrekken. En ik neem jullie deze dagen natuurlijk gewoon weer mee op wedstrijd. En ja, we zien wel hoe het gaat eindigen. Vandaag gaan we dus alleen maar Match even brengen, stal in orde maken. Misschien nog even wandelen in het bos, Match. En ja, dan is het morgen vetcheck en trainen. En donderdag moet ik de eerste proef rijden. Je bent zo ondeugend, hè? Ja, gaan we dat doen? Ik ga hem nu nog even... Mama heeft hem vanmorgen gewassen. En hij is net nog even in de molen geweest, denk ik. Ja, volgens mij wel. En ik ga even kijken of zijn voetjes nog schoon zijn. Want we willen hem natuurlijk schoon meenemen. Ja. Volgens mij heeft hij er wel zin in. Ik heb niks. Auw, leuk. Ik heb zijn voetjes nog schoonmaakt. Oh, de deur is hier dicht. Kom, Match. Dit is zo makkelijk. De vrachtwagen zoeken. Voetjes nog even schoongemaakt. Had altijd in de molen gelopen, inderdaad. En nou is hij helemaal klaar voor. We zijn al even onderweg naar Rotterdam. Nee, we laten het zo. Zon! Ik zal niet klagen over de zon, want het is eigenlijk goed weer in Nederland. We komen om 7:15 aan. We moeten nu ergens anders parkeren dan vorig jaar en alle jaren daarvoor. Het is een beetje anders, want omdat het dus altijd zo'n giga-chaos was, denk ik dat ze dit jaar proberen beter te doen. Ik ben heel benieuwd. We moeten nu naar een soort verzamelplaats of zo. En daar word je doorgeleid naar de stallen waar je dan mag afladen. Ja, dus dit jaar wordt het een beetje anders. Ik ben heel benieuwd. We moeten nu nog een kwartiertje rijden. Dus we moeten eerst hier parkeren en dan krijgen we een soort van kaart. En dan, ik zie dat Carole Schepers hier al staat. Die rijdt ook in de U25. Dat is deze grote groene vrachtwagen. Mijn broer is er, dus die heeft al het een en ander geregeld. Even kijken. Nou, we hebben nou bandjes gekregen. En nu moeten we naar de plaszone. Daar is altijd te parkeren. We hebben ook nog een kaart voor de vrachtwagen. Dat betekent dat die moet je daarvoor neerleggen. Dat de vrachtwagen blijft staan. Dan moeten we nu hierheen, dus naar de stallen. Jongens, kijk nou even, hier doen we het voor. Een lege straat. Vorig jaar één grote file. Paards over de zeik, paarden over de zeik, mensen over de zeik. En nu is het helemaal leeg. En wij kunnen gewoon doorrijden en uitladen. Chill. Macho is heel ontspannen zo te zien. En hij is lekker aan het grazen in zijn box. Ze staat direct op gras. Is al een beetje bezweet van het rijden. Ja, nu plassen zie ik. Want hij vindt het helemaal niet leuk alleen. Hij is nou lekker relaxed aan het grazen. En dan gaan ze nu de stro en de... Oh, hij eet plassen. Oh, dat is echt vies. Matje is echt vies. Ze zijn nou het zaagsel en het stro aan het halen. En mijn kasten en zo wordt hier allemaal met zo'n speciaal karretje gedaan. Ik zie er echt uit alsof het echt 40 graden is. Ik heb zo'n veetje, maar het is nu heel chill weer. Het is, hoe laat zou het zijn? Even kijken. Het is 9:30. En de Amerikanen zijn heel blij, zie je. Ze zijn heel druk. Oh, pleonasme. In ieder geval, kijk, hier achter mij is nog helemaal leeg. Maar als ik zo draai, dan zie je mezelf en mijn broer. En mijn broer. En mijn broer. En daarachter staan al wat mensen. Hier staat Dante Veltino. Misschien wel eens ooit gezien. Hallo Dante. Heel mooi zwart paard. Die mocht naar de Olympische Spelen. In Rio, maar die kon niet. Daarvoor moesten ze reserve oproepen. Maar goed, het is een heel gaaf paard. Hier loopt Grand Prix voor Zweden. En hier staat Machi. Hij is geïnstalleerd. Hij is lekker strootjes aan het rommelen. En hier heb ik de ventilator opgehangen. Halster, hanger, ding. Hi maats. Waar is Ens? Heel zielig. Ens ging helemaal huilen toen we weggingen. Ons krukje staat daar nog, want de buren zijn er nog niet. Machi heeft eerst heel zijn stal leeg gegraast. Nou, we hebben hier nog de voertonnen staan en wat spulletjes. En dan de dekjes hangen. En we doen geen stalgordijn, want dan, ja, dat is niet zo fijn voor de lucht. Hè. Dan is het alleen maar warm. Zijn lekker te kijken, jongen. Nou, Machi is wel rustig. Want, hij weet dat Ens niet mee is, want die was ook al niet op de vrachtwagen. Dus op de een of andere manier weet hij dan altijd wel van dat hij er gewoon helemaal niet is. Dus hij zoekt hem ook niet, gelukkig. Maar hij is altijd wel heel makkelijk. Hij plakt best wel aan andere paarden snel. Dus hij staat expres langs een ander paard. Ja, we hebben gevraagd dat hij tussen twee paarden in kan staan. Dus soms heb je een tagbox. Dat is dus een box die mensen kopen, huren, zeg maar. Dus dan betalen ze ongeveer net zoveel als een trainingspaard of zo. Dat is echt heel veel geld hier. Volgens mij wel €400. Betalen ze dan voor een lege box. En dan kunnen ze dan alle spullen in doen. Maar als dat dus aan één kant van jouw paard is, dan heeft het dus aan één kant geen paard, maar een soort zadelkamer. Dus dat is helemaal niet relaxed als je paard alleen mee is. Dus ik heb gevraagd dat hij tussen twee paarden in staat. En morgen komt hier nog een paard en daar staat al een paard. Dus dat is super fijn. Hij kijkt tegenover naar Dante. Dus ja, ik denk dat hij helemaal blij is. Hij staat nog een beetje te grazen, want hier is... Oh, dit zie je niet. Oh jawel, gras. Ik wilde jullie eigenlijk ook nog wel laten zien wat ik eigenlijk aan heb. Ik heb een soort denim look. Ik heb een gewone shirtje aangedaan, omdat ik dus een nieuwe spijkerrijbroek heb van Kuda Mono. Kijk. Het is serieus echt net een gewone spijkerbroek. Laatst was ik gaan trainen toen ik die foto op Insta had gezet. En toen ging ik daarna nog heel snel even uit eten met Chayé, met mijn vriend. En toen had ik dus gewoon mijn rijbroek aangehouden. Omdat, ja, dat ziet toch niemand. Dus ik had even normale schoenen eronder aangedaan. En een ander shirt. Omdat, ja, anders is het natuurlijk wel een beetje... maar ik had hem dus schoon aangetrokken 's ochtends. En toen had ik even gereden. En toen ging ik snel even ergens iets eten. In mijn rijbroek. En ja, dat was grappig. Leek net skinny jeans. Dus ja, wat wilde ik nog vertellen? Ik ga nu even iets drinken nog met mijn broer en mijn moeder. Aan de overkant is een restaurant. En dan, ja, dan denk ik dat ik daarna uit ga zwaaien en dat we naar huis gaan. Want we slapen weer thuis. Wel even iets rijden. Maar ik vind het is echt zoveel waard om thuis te slapen, jongens. Echt, dat wil je echt niet weten. Mijn rug is zo gaar als ik na een paar dagen in een hotel slapen. Dat is echt niet relaxed. Dus we gaan lekker naar huis. Het is ook maar 3 dagen. Want morgen is het... vetcheck en trainen. Donderdag is het U25 Grand Prix. En vrijdag is het U25 Kuur. En dan vrijdagavond zijn we weer thuis. Dus ja, dat is niet echt de moeite dan. Dan rijden we maar een paar keer op en neer. En dan zijn we hier maar gewoon langer de dag. Maar ja, dat is wel echt fijn. Ik ga nu even de rest opzoeken. En dan gaan we even iets drinken. Dit is zo idyllisch. Kijk. Ik zie eruit, kijk dan dit. No make-up, welke dag is het vandaag? Maakt niet uit. Dit veetje, jongens. Kom op, wat een equestrian tan. Oké, wij zitten hier bij het water. Kijk hoe idyllisch. Ik heb net al laten zien, we hebben net hier iets gegeten. Ik heb bitterballen op. Het is nu 11:05 en we gaan nu terug naar de stal. Martje nog even een appeltje, wat hooi in de hoek en dan de kast op slot en dan gaan we naar huis. Nou, we zijn onderweg naar huis, de auto. Hier moeten dus alle vrachtauto's aankomen. Je ziet hier dus die rijplaat en daar rijden dus de vrachtauto's op en dan kan je de klep op het gras leggen en dan op het gras laat je uit. anders rijden de vrachtauto's hier alles kapot. En als het dan gaat regenen, dan moeten ze allemaal één voor één eruit gerukt worden. Dus dit is gewoon helemaal van die platen. Hier kun je natuurlijk niet met je paard overheen, want dan ga je heel hard. Dus hier gaan ze morgen alles weer uitladen. En morgen zal het hier heel druk zijn. En wij gaan nu naar huis. Ik ben weer thuis. En ik ga nu gauw naar bed. Het is 11:30. Ik zie jullie heel graag morgen weer bij dag... Nou ja, dit was een hele korte dag. Maar ik zie jullie morgen in ieder geval weer bij dag 2 van het CHIO Rotterdam. Doei doei! Dat was hem. Tot de volgende keer. Vergeet je niet hieronder te abonneren.